Het team van Zoetermeer Panthers met 29. Oh, sorry. De goalies met 24. Cas Neumann en 32. Alexander Zwets. Dan op het veld met 29. Dien Versteeg, 23. Toby Kollaar, 19. Joy Turpijn, 12. Berry Donders, 2. Michael van Rijswijk, 20. Dani van Schild, 13. Thomas Borgman, 21. Jelle Kronenburg, 26. Attila Birke, 27. Chris Tone, 11. Giancarlo van Ulsen, 3. Alexander Makkerin, 10. Terrence Wright, 68. Robin Otterlo en 45. Bas van Dalen. De wedstrijd vanavond staat onder leiding van scheidsrechters Ramon Sterkers en Jeroen Kleiberg. Op de lijnen Bram Zwarthoed en Britt Kosters. Wij wensen u een prettige wedstrijd. De wedstrijd? We begonnen weer heel slecht eigenlijk. We waren een beetje aan het domineren. Maar de laatste 10 minuten denk ik dat we wel beter gaan. Cas houdt ze in de wedstrijd. En volgende periode moeten we gewoon gaan knallen. Want dan kunnen ze gewoon hebben hier. Gisteren was de eerste wedstrijd tegen Den Haag. Hoe ging die? Beetje hetzelfde als nu eigenlijk. We begonnen heel slecht en we begonnen er steeds mee in te komen. Uiteindelijk wisten we net niet de win te pakken. Maar Den Haag uit is altijd moeilijk. En nu thuis moeten we het gewoon gaan doen eigenlijk. Hoe gaat het momenteel vergeleken met het begin van het seizoen? Ja, ik denk wel iets beter. Je ziet ook nu dat we wat meer jongens hebben. Gewoon normale drie lijnen tenminste. In het begin van het jaar waren er heel veel allemaal dingen. We zijn een beetje terug en nu gaat het wel iets beter, moet ik zeggen. Wat is het belangrijkste ding wat nog veranderd moet worden momenteel? Ja, dat is lastig. Ik denk dat we nu gewoon iedereen fit moeten houden. Gewoon elke week dat iedereen er moet zijn en dan kunnen we stappen gaan maken met z'n allen. Oké, bedankt. Ja. Wij zijn gewonnen. Wedstrijd? Ja, het moet beter gaan dan 1-3. We hadden 10 minuten lang, denk ik, de eerste 10 minuten van de tweede periode, vond ik ons echt het betere team. We komen op 1-0 voorsprong, daarna een 1-1 op een powerplay. De 2-1, ja, we hebben een penalty kill goal tegen. Er staat 2 man voor de puck om hem te proberen te blokken, maar hij schiet hem of net erlangs of net er doorheen. En de goalie kon hem volgens mij gewoon niet zien. En de derde goal, we winnen de face-off en dan maak gewoon een domme play op de blauwe lijn, 2-1 tegen.
En ja, die fouten straffen ze meteen af. Wij hebben kansen gehad, maar wij willen ze gewoon niet afmaken. En wij maken één domme fout achterin. En we staan gelijk 3-1 achter. Ja, gewoon harder erop. Je speelt bij de Eredivisie en bij de Benelink. Hoe is dat? Ja, ik heb gekozen om bij de eerste divisie te beginnen voor meer ijstijd. Hier hebben we begin van het seizoen veel ijstijd voor mij. Omdat er mensen uitgeschakeld waren, blessure, ziekte. Alleen dat wordt ook steeds minder. En de eerste divisie kon dat ook altijd gewoon spelen. Wat zijn de grootste verschillen tussen de twee teams? De inzet, de wil om te winnen. De hele, zeg maar, natuurlijk is het Benelink team op het ijs beter. Maar het is ook van het ijs af een gigantisch verschil. Oké, bedankt. Succes verder. Allereerst hartelijk dank voor het aanmoedigen van de Zoetermeer Panthers, uiteraard. Hij is ook gefeliciteerd met de overwinning en we wensen jullie succes in de finale van de beker. Man of the match vanavond is geworden Mr. Dean Versteeg. Even een fotootje, boys. Iedereen hartelijk dank voor uw aanwezigheid vanavond. Dank ook aan de vrijwilligers en de mensen van Ahum TV die alles live op televisie hebben gebracht. En volgende week zijn we er weer, hier in het Zilverdome.